Wat ik als projectleidinggevende training doe, is dat ik eerst ga naar de klant toe om met hem samen een gesprek te hebben. Dan kan hij vertellen wat hij met het gebouw wil. Bijvoorbeeld, hij wil het gebouw verduurzamen en dat begint bij de gebouwschil. Want alle energie die je kwijt bent, ja, die moet je weer warm gaan stoken. Vervolgens wordt het gebouw in beeld gebracht. Dan gaan wij met mijn collega's samen allerlei metingen en inspecties doen. En daarna gaan wij samen een plan maken om en met de klant samen te bespreken wat de beste kansen zijn voor dit pand. Daarnaast ben ik ook bezig met het begeleiden van nieuwe medewerkers. Om hun te leren hoe je een klant adviseert, hoe je de berekeningen uitvoert. Ik geef ze zelf de mogelijkheid om een berekening te maken. En vertel maar eens wat jij een goed idee vindt voor dit pand. En zo denken we samen uit wat de beste mogelijkheden zijn. En maken we daar een rapport van om de klant te adviseren. Het leuke aan mijn werk is dat je eigenlijk van begin tot eind bij een klus betrokken bent. Dit is in het begin heel kleinschalig, van bijvoorbeeld de seniorenwoning waar mensen op de tocht zitten. En al snel binnen enkele jaren ben ik ook naar grotere projecten doorgegroeid. Zoals bijvoorbeeld hier het provinciehuis. Wat een groot complex is, wat ook in het geheel verduurzaamd moet worden. Je krijgt al heel snel de kans om, als er een nieuwe offerte is voor een meting, om die zelf op te pakken. Dus als je zegt, die wil ik wel doen, dan krijg je ook die kans. En mag je het hele land door om allerlei gebouwen te zien en allerlei verschillende meetapparatuur uit te proberen. En juist die variatie maakt het heel leuk en eigenlijk nooit saai. Ik ben Jeroen Taak, projectleider bouw- en geveltechniek bij DGMR.